Yo, Beauty, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer even wat tofs unboxen. En deze keer is het niet anders dan een toffe gadget. Het is de DJI Mini 2. Waarom ik voor deze drone heb gekozen, dat laat ik eventjes in het kort uitleggen, is omdat de DJI Mavic Mini, dat is zijn voorganger, zijn broertje, of zijn zusje, hoe je het wil noemen, die was al een enige tijd op de markt. Mijn vader heeft die ook, het is een topdrone, geef ik eerlijk toe. Maar de Mini 2 was op de markt. En waarom ik voor de Mini 2 heb gekozen, wat het, een beetje het verschil is, is dat de Mini 2 in 4K kan filmen. Kan gedeeltelijk inzoomen bij bepaalde omstandigheden. Hij heeft leuke opties. En hij vliegt niet op wifi-frequentie. Hij vliegt op een andere soort frequentie, een radiografische frequentie. Te veel technologie voor mij. Dus. Maar als je echt de specs wil weten, swipe eventjes naar Webwinkel, Camera Express, Camera Nu, Mediamarkt. Staat er precies bij welke frequentie hij opvliegt. Maar het is gewoon een sterke frequentie dan de voorganger. Laten we eventjes dit verhaal lekker eventjes opzij gooien en gaan we eventjes verder met het unboxen van de drone. En verder in deze video zie je ook wat voor beelden deze maakt. Want ik heb er al eventjes mee gevlogen, dus hij zit niet helemaal in de originele verpakking. De DJI Mini 2. Dit is de Fly More Combo. Hier betaal je iets meer voor, maar krijg je wel heel veel extra's. Als ik je het mag aanraden, koop de Fly More Combo. Want je krijgt er spijt van als je maar één batterij hebt. We gaan even kijken wat er in de doos zit. Ik geef eerlijk toe, DJI, dit hebben jullie heel mooi gemaakt. Het is een lekker klein en strak design. Zoals jullie kunnen zien zit het in vakken verdeeld waar alles staat. Ik ga het er even uithalen. Dit is dus de nieuwe controller van DJI. Bij de Mavic Air 2 zit deze controller bij en bij de Mini 2. Ik vind hem persoonlijk een hele mooie controller. Gaan we het zo verder over hebben. En natuurlijk hebben we hier de drone. De drone wordt geleverd met een heel mooi bandje eromheen. Die wij misten bij de Mavic Mini 1. Ik ben echt zeer tevreden dat ze hem hier bij de Mini 2 wel hebben meegeleverd. En of nou zo hebben gemaakt. Pluspunten naar DJI namens mij. Want je kan hem nu zo lekker in je zak stoppen zonder dat de propellers beschadigen of uitvouwen. Dus eventueel knappen. Nou, hier gaan we het zo ook verder over hebben. De drone zet ik hier neer. Gaan we verder kijken wat erin zit. Nou, de charging hub. Tevens een powerbank. Zoals je kan zien. Hier kan je dus je USB in doen van je telefoon. Action camera, andere camera of wat je dan ook hebt. En je kan hem opladen met USB-C. Dat vind ik ook tof, want bij de vorige was het nog gewoon de USB. Wat zit er nog meer in? Nou, de boekjes. De handleidings van hoe je met de drone om moet gaan. Lees ik zelf niet, maar goed. Een oplaadblokje wordt niet altijd meer meegeleverd bij apparaten. Want ze willen voor het milieu bezig zijn. Of met het milieu bezig zijn. Verder zit hier nog allemaal kleine dingetjes. Ik ga het er allemaal uithalen. Kijk, dit is ook een mooi vakje om alles op te bergen. En aan de voorkant zit er ook nog een ritje waar ook een vak in zit. Nou. Die leggen we daar neer. Dan gaan we even kijken wat we hier allemaal in de hand hebben. Zoals jullie kunnen zien. Ik ga het eerst even hier over. Extra propellertjes. Als je een ongeluk ergens tegenaan vliegt. Nou, heb je dus nieuwe. Super tof. Extra schroefjes erbij. Nou, mooi meegeleverd. Dus als je de eerste keer crasht, dan heb je wat extra's. Top. Hier hebben we wat kabeltjes die in de controle kunnen. Als je iPhone hebt, heb je een lightning kabeltje. En als je nog een wat oudere toestel hebt, niet iedereen heeft een nieuwste toestel, heb je nog een oude USB aansluiting. Of hoe je het precies moet noemen. Ik heb zelf persoonlijk USB-C en die heb ik al in de controller. Maar dat krijg je er mooi bij. Vind ik persoonlijk fijn. Een leuk schroefdraaitje, mooi meegeleverd. Dus als je ter plekke bent, kan je hem losdraaien, nieuwe propellertjes erop doen. En je kan weer lekker vliegen. Een oplaadkabeltje voor de charging hub en de controller. Echter is het maar één kabeltje. Vond ik wat jammer. Hadden ze dan maar gewoon één zo'n USB naar twee van deze kabeltjes gemaakt. Had je ze allebei tegelijk kunnen opladen. Dus nu moet je dus één extra setje kopen. Of die heb je toevallig liggen. Moet je meenemen.
Als je de andere kwijtraakt, heb je toevallig nog een reserve. Ook mooi geleverd. Ik ga eerst even beginnen met de controle. Want er zijn, ja, hij is compleet veranderd, zoals ik al zei. Hier aan de onderkant heb je de joystickjes zitten. Die zitten met een beetje een soort van, ja, wat is het, rubber zit het een beetje erin gedrukt. Dus als je hem los meeneemt, zal ik aanraden om ze niet daarin te doen, maar gewoon eventjes in je zak of zo. Of in je portemonnee. Het zal zonde zijn als je ze kwijtraakt. Nou, gaan we blijven even bij de onderkant. Hier kan je ze dus weer in doen. Hier heb je ook weer een USB-C lader. Dat was bij de vorige ook gewoon de USB. En we zien hier wat knopjes. Dit knopje misten we bij de Mavic Mini. Misten we. Want dat was via de DJI Fly app geprogrammeerd. Hier kan je dus op cinematic zetten. Normaal en sport. Ik ben zelf zeer tevreden dat hij weer op de controller is. Bij de DJI Spark was die, zat hij ook op de controller. En dat vond ik wel heel erg fijn. Nou, hiernaast hebben we een return to home knop. Als je die inhoudt, vliegt de drone naar de opgestegen plek weer terug. En dan gaat hij landen. Nou, de aan en uit. 1, 2, een keer inhouden. Gaat hij aan, blijft hij knipperen, want hij is aan het zoeken naar de drone. De drone staat uit. 2 keer indrukken, gaat hij eruit. Hier heb je een knopje aan de zijkant. Dat is switchen van videoopnames naar fotoopnames. Kan je 1 keer klikken, dan kan je dus verwisselen. Hier heb je nog een knopje, die ik dus in kan stellen naar eigen keuze. Gaan we naar de bovenkant van de controller, heb je hier dus de record of fotoknop. En hier hebben we dat mooie wieltje. Om de camera mee omhoog en naar beneden te doen. Ik heb er al mee gevlogen. Ik vind deze controle echt, vergeleken met de vorige, vind ik hem echt super fijn. Als je deze omhoog doet, heb je de antenne. Maar tevens ook een telefoonhouder. Waar de vorige, drones de telefoon onderging, gaat hij hierboven. En ik vind het persoonlijk echt een stuk fijner om mee te vliegen. Hierin zit ook het kabeltje van de USB-C of de Lightning of gewoon een USB die je zo in je telefoon kan doen. En dan heb je gelijk verbinding. Je hoeft dus niks meer via wifi te doen zoals bij de oude drones. Ik weet niet meer welke drones er allemaal waren, maar er waren drones die dat moesten. Moest je hem helemaal inloggen en flauwkul. Het is gewoon plug and play. Je moet denk ik wel even een update doen bij het begin. Geeft je gelijk aan in de DJI Fly app. Gaan we over naar de drone, want deze drone heeft wel wat nieuwe functies erop zitten. Hij is iets beter gemaakt dan de voorganger. Wat ik ook zei, er zit zo'n heel mooi klepje omheen. Dat vind ik zelf persoonlijk echt tof dat DJI dat meelevert. En nog weer de beschermer voor de gimbal. Nou, hij vouwt weer op dezelfde manier uit als de vorige mini. Dat gaan we ook even doen. Zo. En hij is even groot als zijn voorganger. Zoals jullie kunnen zien, mini staat op de zijkant. Hier staat weer die ultralight 249 gram. Valt onder de speelgoedwet, maar omdat hij een camera heeft, ja, dan moet je hem wel registreren met een exportantnummer. Dat kan je via de rdw.nl/drone. opzoeken en dan kan je hem aanvragen. De eerste keer kost hij 23 euro en daarna kost hij per jaar iets van 13 euro. Dat is een soort van kenteken voor je drone. Dus dat je het even weet voordat je hem gaat aanschaffen en denkt van yes, ik hoef niks ervoor te hebben. Nee, exportantnummer ben je helaas wel verplicht. Dan moet je dus je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres opzetten. Je krijgt ook iets van tevoren, krijg je weer een berichtje als die verlengd moet worden. En dan kan je hem weer betalen en dan ben je kan je weer een jaar vliegen. Verder zien we hier niet echt veel bijzonderheden aan de bouwconstructie van deze drone. Alleen dat hier een klein spleetje is. Nou, dat is een lampje, dan kan je dus zien waar die vliegt. Op welke kant die op vliegt. Nou, aan de bovenkant is er niks veranderd. Achterkant, ja, is ook niks veranderd. Het gaat op dezelfde manier. Hier heb je de batterij, die kan je er zo uithalen. Nou, en die kan je er ook weer zo in doen. En dan klikt hij. Hier zit nog weer de SD-kaart slot. En hier heb je een USB-C lader. Die had je bij de vorige drone ook niet. Bij de Mavic Mini. Dus dat vind ik ook tof.
Nou, en de kwaliteit van het bouwen van deze drone is ook wat verbeterd. Want zoals bij de Mini, de voorganger, kon je dit flexibel een beetje bewegen. Nou, bij deze is dat wel echt hard kunststof. Of plastic, of hoe je het wil noemen. Het is wel echt stevig. Dus dat geeft bij mij weer een goed gevoel van, hey, het is een sterke drone. Natuurlijk moet je hem niet tegen een boom afvliegen en naar beneden laten vallen en zulke dingen. Want dan is hij gewoon stuk. Wat je nog meer aan is dat de motors zijn geüpgrade. Er zijn iets stevigere motors, wat sterkere motors ingebouwd. Dat je ook met wat meer wind kan vliegen. Ik heb gevlogen met deze drone. Die beelden krijg je straks te zien. Met behoorlijk wat wind. Dus ik ben zelf heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Want ik heb de beelden nog niet teruggezien. Verder heb ik eigenlijk niet veel op te merken. Het is gewoon, hij ziet er tof uit. Hij ziet hetzelfde een beetje uit als de voorganger. Ik vind hem een stuk sterker. Hij vliegt lekker ook. Ik ga jullie de beelden laten zien. Want dit is de unboxing van deze video. Dus ik laat de beelden eventjes zien. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de unboxing. Wat erin zit in de Flymore combo. En wat hij kan. Willen jullie meer dronebeelden zien? Willen jullie meer video's erover zien? Laat het even weten hieronder in de reacties. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En te abonneren. Want er komen veel meer dronevideo's aan. En nu gaan we kijken naar de toffe beelden van deze drone in 4K.